Feyenoord maakt dit seizoen naam in Europa en behoort weer tot de laatste acht in een Europees toernooi. En dat roept mooie herinneringen op. We stonden 11 keer eerder in een officiële Europese kwartfinale en dat werden avonden om nooit meer te vergeten. Onze geschiedenis qua kwartfinales in Europa begint op 6 februari 1963 als we het sterke Stade Reims ontmoeten dat al 2 keer eerder in een Europese finale stond. Toch is Feyenoord niet onder de indruk van Parijs en zorgt Reinier, Beertje Krijermaat, voor een fantastische uitgangspositie in de Europa Cup 1. 25 minuten lang golfde de strijd heen en weer. Maar het korte spel van Reims liep telkens dood op de hechte Feyenoord-verdediging. En toen kwam in de 26e minuut het doelpunt dat beslissend zou blijken. Feyenoord rukte via de linkervleugel naar voren, waar Bennaerts een door Wendling slecht weggewerkte bal voor de voeten van Krijermaat schoof, die doelman Barrault met een keihard schot passeerde. Het was voor Reims onbegonnen werk. De beroemde Coppa kon dribbelen wat hij wou. Altijd was er wel een Feyenoord-speler die de weg naar het doel blokkeerde. Tegen het einde van de wedstrijd ontsnapte Reims zelfs nog aan een tweede doelpunt toen Van der Gijp tegen de lat kopte. Het bleef 1-0 voor Feyenoord, dat nu met één been in de halve finale staat. 2000 schorre Rotterdammers hebben dat 's avonds en 's nachts duidelijk aan Parijs laten weten. Ook in de return in de Kuip laat het legioen in 1963 al zien dat het een echte 12e man is en sleept het Feyenoord door de wedstrijd heen. Al spoedig bleek dat de ploeg van Reims, evenals in Parijs, met zeer kort spel de Feyenoord-verdediging wilde passeren. Maar wat in Parijs niet gelukt was, lukte ook hier niet. De Rotterdammers konden vrijwel steeds op tijd ingrijpen. En als de technici van Reims alles door de verdediging heen kwamen, dan verzuimden ze te schieten of ze deden dat heel onzuiver. De wens om Reims uit de kap te wippen leek in de 38e minuut in vervulling te gaan, toen Cruijver een voorzet van Moulijn achter keeper Barrault plaatste. Het loeiende stadion werd niet nerveus toen Reims in de resterende minuten tot de rust nog gevaarlijk werd. Want de Feyenoord-verdediging wees de Franse aanvallers koelbloedig terug. Om in de halve finale te komen moesten de Rotterdammers hun voorsprong, die de zege van Parijs meegerekend nu 2-0 bedroeg, na de hervatting zien te behouden. En daarin slaagden ze wonderwel, niet alleen door stug verdedigen, maar mede als gevolg van het ook in deze periode hardnekkig volgehouden korte spel van Reims, dat bovendien een ontstellend gebrek aan schotvaardigheid toonde. En toch leken de Fransen veel sterker dan Feyenoord. Op de linkervleugel zag men nu en dan zelfs de rechtsbuiten opereren, maar wat hij goed voorbereidde, konden zijn teamgenoten niet afwerken. Tot grote opluchting natuurlijk van de Rotterdamse aanhang, die de sterke druk van de Franse ploeg haast aan den lijve onderging. In de Feyenoord-achterhoede was Pieters Graafland de kalmte zelf. Hij bracht redding in de moeilijkste situaties, waarbij hij zich geen moment ontzag. En toch maakte Reims geheel onverwacht een doelpunt. Uit een onbetekenende aanval scoorde Akesbi 5 minuten voor tijd de gelijkmaker. Maar de Fransen konden de kans op een beslissingswedstrijd net niet meer grijpen. Of Feyenoord zich nu onder Kerkums vanen een weg naar de finale zal banen, blijft nog een vraag. Maar de halve finale hebben de Rotterdammers bereikt. Dankzij doelpunten van Krijermaat in Parijs en Cruijver hier, die dan ook beide na afloop op de schouders gingen. In het historische Feyenoordjaar 1970, waarin de ploeg van Ernst Happel de Europa Cup 1 en de Wereldbeker wint, treffen we in de maand maart voorwaarts Berlijn in de kwartfinales van de Europa Cup 1. Na een 1-0 nederlaag in Duitsland maken we het karwei af in de Kuip. Goed voor. Ook goed weggekopt. Er mist daar en Koen een kans. Steeds is iemand zich aan het prepareren om in te vallen. Ik weet niet voor wie. Hasiel. Weri schiet kans. Weri. Ja, hij zit erin. En het is een geweldig doelpunt. Een geweldig schot van Weri. 2-0 voor Feyenoord in de 22e minuut van de tweede helft. En het was Hendrik Weri. Wim Jansen. Goed gedaan.
Van Hanegem niet helemaal goed geraakt. Herstel. Moulijn. Weer buitenom. Langs twee mannen en wordt gevloerd. En wordt gevloerd en de scheidsrechter geeft een penalty. En er wordt gestopt die bal. Een strafschop van Chintvol was het. Oh, wat een unieke kans om de zaak helemaal veilig te stellen. 2 jaar later zitten we weer bij de laatste 8 van de Europa Cup 1. Maar moeten we over 2 wedstrijden onze meerdere erkennen in de Portugese topclub Benfica. In 1974 schrijft Feyenoord wederom geschiedenis door als eerste Nederlandse club de UEFA Cup te winnen. En dit doet het door onder andere in de kwartfinales het Poolse Ruch Gorzów uit te schakelen. Met dank aan Feyenoords Europese topscorer Lex Schoenmaker. Treitel. Richting Jansen. Theo de Jong Schoenmaker. Schoenmaker Christensen. Boskamp gaat. Theo de Jong diep. Daar is hij. Ja, Theo de Jong. Schoenmaker moet scoren. Ja! Goed! Schoenmaker! Wat werd die bal goed doorgetikt. Maar wat in eerste instantie Christensen die bal had. Theo de Jong ging diep. En wat tikte die bal schitterend door naar Lex Schoenmaker. En dan is het Lex Schoenmaker die zijn tweede goal van deze avond scoort. En die Feyenoord zo op 3-1 brengt na 5 minuten spelen in de eerste verlenging. 3 jaar later zijn we weer dicht bij de halve finales van de UEFA Cup. Maar verslikken we ons in het Belgische RWD Molenbeek. In het seizoen 1980-1981 zijn we succesvoller in de kwartfinales van de Europa Cup 2. Als we 2 keer te sterk zijn voor het Bulgaarse Slavia Sofia. In de jaren 90 is Feyenoord een ware cupfighter en behalen we ook 4 keer de kwartfinales van de Europa Cup 2, het toernooi voor bekerwinnaars. In 1992 treffen we het roemruchte Tottenham Hotspur en dat worden 2 wedstrijden die Feyenoorders nooit meer zullen vergeten. Ja, legendarische wedstrijden. Weinig goals, spanning, kon alle kanten op gaan. Ja, eerst thuis in onze eigen Kuip. Moeilijke wedstrijd. Net na rust maken we de 1-0 door Jozef Kiepric. Een fantastische goal. Echt een Kiepritse goal. Een intikketje. Een foutje van de verdediging in de Spurs. Maar ja, gelijk afgestraft door ons. 1-0. En eigenlijk na de wedstrijd waren we zielsgelukkig dat we de 1-0 hadden. En we hadden op dat moment ook wel een elftal staan wat goed op de 0 kon spelen. Dus we zagen heel veel kansen voor onszelf. En winnen. Plus de 0 houden. Nou, toen telden de goals nog dubbel uit. Dus dat was een mooi vooruitzicht. En dat vooruitzicht is eigenlijk alleen maar mooier geworden achteraf. Omdat we daar een ronde verder kwamen. Met vele hachelijke momenten in onze eigen 16 meter. Met een fantastische Etegui. Ze vonden ons echt een vechtmachine. Daar zat veel strijd in, maar ook goed voetbal. Hè? We hebben met een Witsje, met een Taument, met een Blinken, met een sluwe Kiepric. Waren er wel jongens die ook vooral in de counter op snelheid konden toeslaan. Ik denk als je hem terug gaat kijken, dan is het een godswonder dat we de 0 gehouden hebben. Maar wij hadden een elftal dat kon op de 0 spelen. En dat heeft veel zweet gekost. Maar het allermooiste is dat je het dan met elkaar behaalt. Met zoveel honderden Feyenoord supporters. Ik denk geloof ik wel 2.500 man achter de goal. Ja, van beneden tot boven alleen maar Feyenoord supporters. Op een gegeven moment was het zelfs in de wedstrijd dat je alleen maar de Feyenoord supporters hoorde zingen. En de Engelsen eigenlijk stil waren, want die zagen het eigenlijk niet meer zitten. Maar dat was... daarna wel feestvieren, zowel met heel de groep. Als vooral ook met de supporters. Dat was heel mooi. Ik heb zelfs nog het shirt geruild met Gary Lineker. Plus ik had nog een klein tenue van Feyenoord meegenomen voor zijn zoontje. Die was ernstig ziek. En dat heb ik na de wedstrijd overhandigd in de kleedkamer. En dat zijn mooie momenten die altijd bijblijven. Hè? Het sportieve op het veld wil je winnen. En wil je ten koste van alles winnen. En op het moment dat het fluitje gaat, ben je allemaal weer mens en leef je met elkaar mee. Ik denk dat het 2 fantastische wedstrijden waren. De spanning was echt te snijden. Maar als je daarna doorgaat naar de halve finale, dan
dan is dat fantastisch. Ja, ik denk dat dat wel iets met het team heeft gedaan. Op het moment dat je daar Whitehead Lane een ronde verder gaat, de halve finale behaalt van de Europa Cup. Ja, dan krijg je wel nog meer zelfvertrouwen en nog meer geloven in elkaar. En het team werd nog hechter en geloofde nog meer in elkaar en met elkaar. En dat is daarna ook wel gebleken. We zijn door, de trein is door blijven rijden, zeggen we altijd. Weet je wel. We zijn successen blijven behalen met elkaar. We hebben helaas de finale toen niet gehaald, maar een jaar later werden we kampioen. Een jaar later zijn we er in de kwartfinales weer bij tegen Spartak Moskou. Maar helaas zijn de Russen ons eindstation door een 1-0 nederlaag in de Kuip. En ook in Moskou gaan we met 3-1 onderuit. In het seizoen 1994-1995 ontpopt Henke Larsson zich meerdere keren tot de Europese held van Feyenoord. Ook in de kwartfinales van de Europa Cup 2 tegen Real Zaragoza zet de Zweedse spits de Kuip in vuur en vlam. Maas. Larsson, zou dit hem worden? Blinken bij de tweede paal. Larsson! Hoe kan het? Hoe kan het? Weer hij! Het is inderdaad zo. Zaragoza klopt maar op die deur bij de groen. Helaas is de 1-0 overwinning tegen Real niet voldoende voor een halve finale plaats, want de return in Spanje gaat met 2-0 verloren. In 1996 hebben we meer succes als Feyenoord zich opmaakt voor een heroïsch tweeluik met Borussia Mönchengladbach. Nee, ik vond het een mooie loting. De Bundesliga en Gladbach, altijd wel een ploeg die gewoon ook top 6. Dus dat was wel mooi. En als je ziet toen de tijd wat voor spelers daar ook liepen, dat waren niet de minste. Ja, Borussia Mönchengladbach was een Duitse topclub met geweldige spelers, ook internationals. Dus we wisten dat het heel zwaar zou worden. Natuurlijk de strijd Nederland-Duitsland speelt altijd mee als je tegen Duitse ploegen speelt. Als je Everton uitschakelt, is natuurlijk een goede uitslag. En ja, ik denk dat je ook niet van tevoren kon zeggen wie er door zou gaan. Als je Borussia Mönchengladbach en Feyenoord vergelijkt met elkaar. Dat ontloopt elkaar niet zoveel. Dus ik denk dat het wel een heel mooi affiche was. En ik denk dat de Duitsers ook niet blij waren dat ze ons loten. We hadden gewoon een goed gevoel. Ondanks dat wij een tegenslag hadden met het doelpunt tegen. We bleven gewoon hetzelfde spelen. We gingen niks anders doen. En nee, we zaten er gewoon goed in. Weer een verleidelijke plek waarop Koeman die bal heeft mogen neerleggen. Dus weer 11 van die witte in het eigen penaltygebied. Nu niet het schot van Koeman, maar wel de gelijkmaker van Jean-Paul van Gastel. Tilburg kijkt toe. Nog niet zo lang geleden speelde deze jonge vent van 23 bij Willem II. En nu in dit uitverkochte Rijnstadion op aangeven van de grote Koeman scoort de kleine van Gastel 1-1. Stenkoff, goede beweging. Oh, ja, penalty geeft hij. Ja, het was binnen de lijnen. Dat staat onomstotelijk vast. De overtreding van Maas. En het is 2-1. We zouden dan wat vaker die confrontatie moeten zoeken eigenlijk, als daartoe de kans is. Taument. Oh, scheidsrechter, wat nu? Daar is er toch ook één? Dat is er één. Ja, natuurlijk is dat een penalty. Hij is uitermate consequent. Hij stond er bovenop. Dit is een buitengewoon wilde actie van Uwe Kamps. Hij heeft er wel een paar gemist al dit seizoen. Ik wil niet de onheilsprofeet uithangen in het begin van zijn jaar bij Feyenoord. Maar op dit soort momenten faalt hij nooit. Dus gaat die bal er gewoon keihard in. Daar zit het legioen, weet Koeman ook. En zo is het 2-2. En zegt nou zelf in de huiskamer, 2 goals op vreemde bodem in een Europese wedstrijd. Dat komt niet zo vaak voor. Je voelt natuurlijk als je daarheen gaat en je ziet al de support. Je ziet de bussen die je net ook zag. Dus je weet dat er
dat er een achterban meekomt met je. Wat eigenlijk in Europa bijna niet te zien was. Alleen misschien met finales die je dan speelt, Europese finales, maar niet voor zo'n wedstrijd. En dan haal je ook nog eens een goede uitslag, 2-2. Natuurlijk een goede uitgangspunt is om mee te nemen naar de Kuip. Dan, ja, dus dan geeft hij wel vertrouwen voor de tweede wedstrijd. Europa Cup nederlagen in de Kuip zijn voor Feyenoord een zeldzaamheid. Maar pessimisten wijzen erop dat uitgerekend Borussia ooit in Rotterdam won. En misschien wel daarom blaken evenals Feyenoord ook de Borussen van zelfvertrouwen. Van deze wissel snap ik niets en Taumens snapt het ook niet. Hij wordt naar de kant gehaald, Trustful komt erin en ik begrijp hier niets van. Taumens, de uitblinker van 14 dagen terug, die heeft laten zien dat hij aan de linkerkant wel gedijt in deze wedstrijd, wordt eruit gehaald. Want dat gaat het worden. Buigen of Basten. En kansen aan die kant. Ivan. Obiku is bij hem. En Van Bronckhorst. Daar is Bos. Bos. Haal uit hem weer. Bos. Bos. Haal. Daar voor Trustful. Trustful. Van Bronckhorst, ja, het is Van Bronckhorst die de bal van richting verandert. En zo is Kans kansloos. En zo schiet Trustful, de gekwelde, omdat hij niet speelde. Feyenoord de halve finales binnen met wat hulp van Van Bronckhorst. En zo was die wissel van Haan, die Tament eruit haalde en Trustful ervoor inbracht. Achteraf dus de gouden greep. En dan is daar dat bevrijdende eindsignaal. Hij schoot de frustraties van zich af als invaller. Had onderweg wel de hulp nodig van Van Bronckhorst, maar zonder hulp van vrienden kom je nergens. Feyenoord wint van Borussia Mönchengladbach na 2-2 in Düsseldorf en 1-0 in Rotterdam is de totaalscore 3-2. En zo verliest Borussia Mönchengladbach voor het eerst van een Nederlandse club in de Europa Cup. En is Nederland op twee fronten vertegenwoordigd in de halve finales. Onze laatste Europese kwartfinale is al 20 jaar geleden. En wat voor een. Feyenoord speelt dan een Nederlands onderrondje tegen PSV. En na een 1-1 gelijkspel in Eindhoven kunnen we de klus klaren in de Kuip. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Maar Onno had de bal goed geschoten, goed geraakt.